In het seizoen 2001-2002 won Jochem Uytenhagen internationaal bijna alles waar hij aan deelnam. In januari werd hij Europees kampioen allround. Bij de Olympische Winterspelen in Salt Lake City won hij goud op de 5000 en de 10.000 meter. Op de 1500 meter behaalde Uytenhagen de zilveren medaille. In Tielf werd hij wereldkampioen allround met een wereldrecord puntaaf. Na zijn imposante carrière als langebaanschaatser is de Utrechter nu verantwoordelijk voor het trainen en opleiden van zowel sporters als mensen in het bedrijfsleven. Jochem Uytenhagen is een sociaal bewogen mens en zet zich nu ook in voor een goed doel. Mede daardoor is hij na eerst gestopt te zijn weer gaan schaatsen, maar wel op een andere manier. Jochem Uytenhagen, zaterdagavond hier in Alkmaar. Je rijdt marathons, dat is heel wat anders dan wat je altijd hebt gedaan. Ja, maar ik moet zeggen dat ik het wel heel erg leuk vind. Ik heb een aantal jaren natuurlijk niet echt meer geschaatst en sinds nu 2 jaar de marathonnetjes rijden. En dat is wel, ik vind het gewoon echt leuk en lekker gassen. En ik merk dat ik eigenlijk elke wedstrijd ook wel weer beter word. Dus dat vind ik, ik leer gewoon heel veel, dat is mooi. Hoe is het gekomen dat je uiteindelijk die stap naar de marathon hebt gemaakt? Nou, uiteindelijk is het, ik zal het proberen in een korte versie doen, maar ik ben ambassadeur van de Cystic Fibrose Stichting. Daar is het evenement Skate for Air uit ontstaan om geld in te zamelen voor onderzoek naar thaislijmziekte. Schaatsen op de Wijzee, 200 kilometer, ik denk, daar moet ervoor trainen. Dat lukte niet, het publiek uur. Toen ben ik marathons gaan rijden bij de C. En dat ging gekker en gekker. En vanuit de C ben ik gepromoveerd naar de B. En ja, dat is eigenlijk het verhaal in 2,5 jaar. Het valt meer mensen op, want je wordt elke week beter eigenlijk. Ik denk dat ik wel elke week beter word en het is deels tactiek. Ik denk dat het lichaam ook echt wel sterker wordt. Maar ik train nog onvoldoende. Maar ik reed net en dacht ik, ja, misschien moet ik toch nog wat extra trainingsmiddels geven om nog weer dat extra stapje te maken. Maar goed, zolang het op plezier gaat, op motivatie, dan is het heel goed op te brengen. Je bent niet de enige voormalig langebaan, ook Emma Wennemars rijdt hier rond. Wat is het wat die marathon toch zo leuk maakt dan? Het leuke is dat je, ondanks, kijk, mijn absolute niveau haal ik niet meer, maar ik kan nog steeds wel gewoon goed schaatsen. En een beetje strijden met elkaar, op snelheid door die bochtjes rijden en jezelf uitdagen, dat vind ik wel heel erg mooi. En de absolute snelheid is iets minder van belang. Alhoewel de snelste vaak gewoon wint hoor, maar het is voor het spel, voor het plezier niet zo heel erg belangrijk. Dat maakt het zo leuk voor mij. Je rijdt bovendien, je zei het net al, ook de Wijzerzee, dat is een spektakel op zich. Ja, ik ga de 200 kilometer niet zozeer in de wedstrijd rijden. Ik wil proberen op de woensdag het Open Nederlands Kampioenschap, de 100 kilometer te rijden. Dat is iets heel anders en daar heb ik ook minder voordeel, want er zijn geen bochten. En daar moet ik het als voormalig langebaanschaatser toch wel een beetje van hebben. Dus ik denk dat een natuurreiswedstrijd echt heel anders is en nog veel zwaarder. Zou je meer oud-collega's op de marathon terug willen zien? Het is gewoon leuk. En ik hoop dat wij met onze inbreng de sport ook nog dat het leuk maken. En ik hoop, ik train een aantal jongens vanuit de marathonbaan selectie in Utrecht. Om ze af en toe gewoon een beetje te triggeren. Om net nog weer wat beter te worden. Ook schaatstechnisch beter te maken. Om het hele schaatsniveau nog verder omhoog te brengen. Maar het is al wel heel hoog, dat moet ik er wel bij zeggen. Je zei het net zelf, Skate for Air, daar doe je ook dingen voor. Wat is in het kort Skate for Air? Skate for Air in het kort is, wij schaatsen op de Wijzerzee op 31 januari 2014 met ongeveer 150 deelnemers en elke deelnemer zamelt geld in sponsoring voor onderzoek naar thaislijmziekte. Een hele vervelende ziekte met erfelijke afwijking waardoor mensen eigenlijk gewoon nog steeds vroegtijdig overlijden. Ik moet wel zeggen, er is licht aan het einde van de tunnel en dat motiveert juist om nog even dat extra stapje te zetten. Dus iedereen steun Skate for Air? Absoluut, skateforair.nl/Jochem, dan kan je donatie doen, zou ik erg waarderen, dus heel goed.